Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video op ons kanaal. Wij zijn vandaag in een verlaten fabriek en dat heet Transformers. Zoals je kunt zien, hier zijn heel veel chemische stoffen achter mij. Dus ik heb mijn mondmasker op, omdat het echt wel stinkt eigenlijk hier. Goed, we zijn binnengeraakt. We gaan een beetje exploren. Ik denk niet dat het een lange video gaat zijn, of toch niet al te lang, want we hebben niet veel tijd. Het is al vrij laat. Dus de avond begint te vallen, dus we gaan snel even exploren. En het wordt ook wel beveiligd door de maatschappij, dus we gaan een beetje moeten oppassen. Dus ik hoop dat jullie er iets van vinden. Deze plek zou Transformers heten, omdat hij eigenlijk heel vreemde machines heeft. Een beetje oppassen, want aan de andere kant is er ook een alarmsysteem, dus ik hoop niet dat het afgaat. Maar hier is niet echt iets te zien. Alright, let's explore. Huh? Oh ja. Ja, inderdaad. Dat willen we wel niet. Oké. Okay. So far so good. Wat is water voor de lamp, joh? Damn. Wauw, dit is dus waarom ze het Transformers noemen. En als ik goed kan zien, staat er daar ook nog een. Alright, let's explore this part of the building. Oh, nice. Wat papierenwerk. Waarschijnlijk een soort van kantoor. Waar die daklozen zitten. Oh, dat is wel nice. Al die papierenwerk, jong. Nee? De laatste datum van 2013, dus dat zal waarschijnlijk het jaar zijn dat de fabriek is failliet gegaan of gesloten is of verplaatst, I don't know. Oké, deze is echt wel cool. Documenten van 2003, 2004, 5, 6. Verschiet ervan dat die na al die tijd hier toch nog staan. Hangen? Waar is dat eigenlijk? Dus waarschijnlijk zat hier een soort of baas, ploegbaas, en die kon dan mooi kijken over al zijn werknemers, waar dat die aan het uitspoken waren. Het ziet er hier ook een vrij oude opstelling uit, ook aangezien oude telefoon. Oh, en die wil laten verschieten, mag wel eens, hè. Daar hebben ze precies al een groot deel afgebroken. Oké, okay. Voorzichtig. Waar we stappen. Hier nog eens zo die de machine. Ik moet God niet weten voor wat dat hier werd gebruikt eigenlijk. Weet jij dat? Hiernaast was wel iets van hout en textiel. Dus misschien
Hoorde dit erbij? Wow. Klein is het hier zeker niet. Daar staat weer zo'n weegschaal. Daar, hè. Zie? Dus deze hadden we zo'n beetje bekeken. De zalen zijn vrij leeg hier. Mag ik eens hier kijken. We zien. Naar daar kijken. Ik ben hier, schat. Oh, wow. Deze fabriek heeft toch echt nog wel iets te bieden, eigenlijk. Alleen spijtig van de rotzooi. Sleutels. Die liggen gewoon op de grond, verspreid. En ik denk ook dat ze hier een feestje hebben gehouden, want ik zie allemaal van die feestbekertjes. Dus hier heeft sowieso een computer gestaan, denk ik. Want de muis ligt hier nog, maar geen computer meer te zien. En daar zal de computer naartoe zijn. Deze fabriek is toch groter dan ik dacht, zo. Wat poppetjes of zo. De bomen groeien hier al naar binnen. Ik denk dat we op lang nog niet alles hebben gezien. Maar ik denk toch wel dat we stilletjes aan nu terug gaan gaan, want het begint echt wel donker te worden buiten ook. En ik heb geen zin om hier vast te zitten. En ook aangezien het hier gebruikt werd door. Oh nee, holbomen zou ik wel zeggen. Door mensen zonder een woning kan het wel eens goed zijn dat het avond wordt en dat die hier naar binnen komen. Om rustig zich klaar te maken voor het gaan slapen. En dat willen we niet. Hier heeft ook sowieso nog een bureau gestaan. Maar daar hebben ze precies helemaal afgebroken. Ik hoop dat dat Lindsay was. Wacht jij daar? Ja? Ah, oké. Oef. Tjokske. Letterlijk de natuur neemt het hier over, hè. Dan denk je dat je alles gezien hebt. Dat is een lift.
Het ging dus buiten. Ah ja. Maar je komt gewoon hieruit. Ja? Ja, ongeveer, ja. Aan het begin, zeg. Oh, dat zal zo'n groot deel hebben afgebroken. Dat zijn de namen die hier hebben gewerkt. Dat was waarschijnlijk om een badge in te steken, of een kaartje dat ze hier aan het werken zijn. Zie? Dat is voor je kaartje niet te steken. Dat zullen de werknemers zijn geweest. Dus ga ik nog naar boven. Nog echt wel groot, hè? Hier staat nog een computer. De toiletten, of waar de toiletten waren. Dit was de eetzaal. Oké, deze kamer is echt super nice. Wat was deze zelfs? Een soort van dokter of zo? My god. Gewoon naalden. Dus dit was sowieso iets van een dokterspraktijk in het magazijn, in de fabriek. Check die naalden. What the fuck, ja. Dat zijn gewoon naalden, hè? Pas op, hè? Ik weet niet. Ik zou het echt niet weten. We zijn dus in de papieren aan het kijken. Nou, dus we zijn dus in de papieren aan het kijken. En het zijn dus eigenlijk aangiftes van werkongevallen hier. En die sommige dateren zelfs van 1993. Dus die zijn super oud. Het is wel tof om terug te zien. Bijvoorbeeld, bij de ene stond er een splinter in de middelvinger. Dat was een werkongeval, waardoor hij zijn middelvinger niet meer kon gebruiken. Een metaalsplinter. Een metaalsplinter. Iemand was aangereden daarnet. Aangereden? Ja. Door wat? Door een heftruck of zo? Een brommer. Een brommer. Onderweg naar het werk. Ah ja, zo, ja, ja. Dus dat zijn al die... Contact met stalen band. Dus dat zijn alle gegevens ervan. Echt super cool om eigenlijk hier af te sluiten. Totaal niet verwacht dat deze in een fabriek zou zijn. Oh, ik ben net medisch onderzocht. Alles is in orde. Dus ik ben hier komen werken. Nee, is niet waar, mokken, hè. Ja, dit was dus de verlaten fabriek. Deze fabriek noemde Transformers. Ik had niet veel verwacht, jou ook niet, denk ik. Van deze locatie. Deze locatie was echt wel heel cool. Heel tof dat we zo'n ding hebben gevonden. Chique locatie, we hebben wel snel erdoor moeten gaan om dat een beetje te filmen, omdat zoals je kunt zien, het echt al donker aan het worden is. Ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Like onze video, like onze andere video's, subscribe op ons kanaal en kijk naar de volgende video. En stay awesome, stay exploring. En that's what it's all about. Gewoon exploren. Er komt nog heel veel aan. Ook nog voor volgend jaar en nog voor dit jaar. Dus blijf zeker ons checken op ons kanaal.